We staan weer in de Stadsbibliotheek van Zuid-Ogenbosch. En deze keer staan we in een hele felgekleurde zaal. Welke zaal is dit? Dit is de zaal Beeld en Geluid. Fuchsia, zoals je kunt zien. Ja, de sfeer heel goed getroffen. Een beetje pittig, hè? Ja. En hier vind je met name de DVD-speelfilms. Nog muziek, cd's, dvd-muziek ook nog een beetje. En we hebben hier, waar wij met name de echte nadruk op willen leggen, is de eyecatcher, de filmhuisfilms. Die zijn heel belangrijk, vinden wij. Er is behoorlijk veel vraag naar. Gaan snel de bioscoop langs, dus ze zien ze niet. En wij hebben ze dan niet van onze collectie. Zoals hier, en dan zo nieuw mogelijk natuurlijk. Ja. Dus bijvoorbeeld de film Hunger, net uit. Wat is nou kenmerkend voor zo'n film? Het kenmerkende is dat het toch voor een klein select publiek gemaakt is. Dat het net wat dieper gaat, een betere verhaallijn. Ja, gewoon echt de pareltjes. Eigenlijk zoiets, mag ik dat dan zeggen, de Verkadefabriek heeft ook echt speciale films. Juist, jij treft het. Ja, dat bedoel ik. Had ik toch goed gescoord dan, hè? Zeker. Dat zijn dus de filmhuisfilms. U wilde nog meer vertellen, want je hebt natuurlijk veel meer hier te huur. Ja, we hebben veel meer te huur. En wat bij ons ook heel erg goed loopt, dat zijn met name de tv-series. Dus er zijn de series uit en dan hebben wij ze toch te lenen. Dan kunnen ze toch een keer, als je iets gemist hebt, kun je ze achter elkaar allemaal nog een keer nakijken. Ja. En andere mogelijkheden nog? Tuurlijk, er is nog veel meer. We hebben naast de speelfilms, de fictie als het ware, hebben we ook informatieve dvd's. Dat zijn dan de documentaires. Natuurdocumentaires zijn heel populair. Verder op het gebied van kunst. En ja, vergeet de camera niet, hè? Dat is mijn favoriet stukje. Daar wilde ik het eigenlijk het liefst natuurlijk over hebben. Want de mensen zijn niet altijd in de mogelijkheid om naar cabaret toe te gaan. En een keer een avondje lachen is toch het mooiste wat er is. Dat is heerlijk, dat is lekker ontspannend. Ja, ja. En zeker voor Den Bosch, hè? Nou, leg uit. Leg uit. Nou, Den Bosch is toch echt een cabaretstad? Ja, inderdaad. Met opleiding en artiesten. Ja. Dus vandaar. Ja. Dus hoe groot is zo'n assortiment eigenlijk? Dat is heel verschillend. We hebben het cabaretgedeelte. Nou, we halen geen 100 hoor. Echt niet. Nee, moet ik uit mijn hoofd zeggen. Ik kan het voor je opzoeken, maar kom kijken. Zijn er genoeg. De site waar ze het allemaal kunnen vinden? www.bibliotheekdenbosch.nl. Vind je alles op. Nou, de site is natuurlijk heel erg belangrijk. Hier heb je allerlei films, muziek, alles wat je maar wil hebben. Dat is hier te vinden. Nou, voor deze week zijn we rond. Maar ik denk dat de mensen nog jarenlang allerlei mooie dingen kunnen belezen. Hè? Heel graag. Ja, bij mij zijn ze welkom. Nou, van harte welkom, Stadsbibliotheek Zuid-Ogenbosch. En natuurlijk ook bij u in de buurt. Waar u maar woont, er is altijd wel een bibliotheek te vinden. En anders kijk gewoon even op de site. We laten het wel even door het beeld lopen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!